doe dit samen met Dennis. Dennis, bedankt. Jij ook bedankt, Ron. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Nog één keer? Kan ie? Nee, deze is het geopend. Geopend. Gefeliciteerd. We hebben dit hier neergezet voor de wijk. En wat de wijkbewoner hier kan vinden is goede zorg. Vandaar de term zorgplein uiteraard. In de vorm van paramedische diensten, fysiotherapie, maar ook de huisartsen. En daarnaast hebben we de samenwerking met de Movactor organisatie. Die vooral beoogt om te kijken wat we kunnen doen binnen de wijk aan sociale activiteiten bijvoorbeeld. De buurtbewoner kan hier ook gewoon een kop koffie nemen. Kan hier mensen ontmoeten. Kan kijken naar bestedingen die je eventueel over de dag kunnen doen. En dat kun je allemaal vinden in dit pand. Het is ook een beetje op een andere manier tot stand gekomen. Want meestal is de gemeente bijvoorbeeld samen met Movactor aan zet om het initiatief te nemen. Nu is dat vanuit de fysiotherapie en de huisartsenpraktijk. En Movactor natuurlijk hebben ze hun plan samengesmeed. En daar is eigenlijk een nieuw buurtplein uit ontstaan. Nou, dat is helemaal op de manier ook hoe we dat graag zouden willen. Dus hartstikke mooi. Ja, je bent hier terechtgekomen in de trainingsruimte van de fysiotherapie. En zoals je hier ziet zijn hier verschillende apparaten aanwezig. Je ziet hier ook een moderne apparaat, een kooi. Je ziet hier allerlei mensen hier. Het is vooral ook heel erg populair bij de jongeren. Dat zie je hier ook. Dus we hebben geprobeerd in deze oefenzaal de mix te kunnen vinden. Zowel voor jongeren, maar ook voor ouderen om hier te kunnen trainen. En daarnaast hebben we in de hoek een fiets zelfs waar we heel goed kunnen kijken van als je een test afneemt van wat gebeurt er dan precies met mijn hartslag, wat gebeurt er precies met mijn longcapaciteit, etcetera. Ja, ik heb even snel mezelf rondgeleid. Het is heel ruim, veel ruimer dan je zou denken. En wat de architect net ook zei, het oude pand was een beetje kruipdoor, sluipdoor. Ik merkte ook nu ik door de nieuwe ingang naar binnen kwam dat ik meteen mijn oriëntatie kwijt was. Want wat mensen waarschijnlijk niet weten is dat er een heel stuk is aangebouwd ook. Dus dat maakt het veel ruimer en veel lichter. En vroeger zag je niet wie er naar binnen ging en al helemaal niet wie er binnen zat. Maar dat is nu volledig omgekeerd. Het is hartstikke mooi, echt een plek voor ontmoeting. Daar ben ik natuurlijk als wijkwethouder ook echt voor. Dit buurtplein is een vervolg op het oude De Boog. Dus bijna alle activiteiten uit de oude De Boog zijn hier weer teruggekomen. Het gebouw is wat kleiner, maar wel heel erg mooi. En waar het huidige buurtplein niet genoeg ruimte heeft, dan gaan we kijken in de wijk. Want er zijn ook allemaal sportverenigingen. Om te kijken of we daar ook initiatieven in onder kunnen brengen. Dus het buurtplein zoveel mogelijk voor de kwetsbaren. En waar behoefte is, kijken waar we nog meer mensen onderdak kunnen bieden.